Dat vind ik echt helemaal leuk. Het is echt terug naar mijn kindertijd. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en we zijn klaar om naar school te gaan. Ik heb mijn ontbijt erop. Ja, en nog knijpfruit. Ik vind Sarah de outfit zo leuk. Die heeft een high-waist broekje aan van de Cool Cat, een topje van de Zara en de panterschoenen. Ik vind het zo leuk staan. Ik heb deze top aan van Benetton, broek van Rosner en mijn Guess sneaker wedges. En we gaan eerst naar school, maar ja, dat is... heel verrassend. Ik ben weer thuis en ik moet even gaan editen en schoonmaken en al die vervelende dingen doen. Maar ik ben helemaal aangestoken gisteren, want ik heb deze er weer bij gepakt. Dus ik ga schoonmaken op de Backstreet Boys. Dat vind ik echt helemaal leuk. Het is echt terug naar mijn kindertijd. Ik heb ook nog pakketjes binnengekregen en die zal ik even laten zien. Even kijken. Ik heb gymkleertjes voor Sarah. Die had ze nodig. Nou, dit is gewoon een zwarte sportlegging. Deze met roze. Dit was een setje. En dan dit shirtje. Dus die kan eigenlijk bij beide. Er is eigenlijk nog een shirtje bij. Dan voor mezelf heb ik deze rok van Envy. Met pantenprint. En die is zeg maar tot op de kuit. Dus ja, ik kom lekker buiten het beeld. Maar goed, ik hou gewoon van dit soort printjes. En die moest ik hebben. Want heel verrassend, deze heeft ook pantenprint. Deze is van Colorful Rebel. Het is zo'n flared legging pantalon. Het is niet echt een pantalon en niet echt een legging. Maar echt wel een lekker stofje. Nou, en ook natuurlijk weer pantenprint. Dan heb ik... deze stel. Ik heb natuurlijk mijn GoPro. Maar ook wel handig als ik hem met heel veel dingen kan gebruiken. Het zit in mijn tasje. Ik heb deze erbij. Ik moet nog wel gaan ontdekken hoe die moet. Maar hoop ik dat bij mij past. Want ik heb een hele dunne pols. En zo kindermaatjes. Dit is de polsband. En dan kan je hem dus met heel veel dingen gewoon om je pols doen terwijl je filmt. Kijk hoeveel ik overhoud. Echt grappig. Maar dan kan je, ik zeg maar wat, in een achtbaan of met zwemmen of wat dan ook. Kan je hem altijd handsfree toch meenemen en filmen. Dus dat vind ik wel heel erg handig. Dus die wilde ik er graag bij hebben. Moet ik alleen zo even... kijken, want het was niet helemaal duidelijk welke modellen nou per se wel en niet. Dus ik moet even kijken zo of die inderdaad past. En dan last, but certainly not least, deze doos. Daar ben ik zo nieuwsgierig naar. Ik ben hier heel blij mee. Ik heb deze laarsjes. Deze van Michael Kors. En ik vind ze zo waanzinnig gaaf. Zo grappig, want ik heb pas Steve Madden laarsjes. Ook een beetje zo'n sokmodel. Maar die zijn toch wel anders. Maar ik vind ze zo mega cool in die hak. Kijk of je het goed ziet. Een gouden randje. Het is... ja, hier ben ik mega blij mee. En hij past. Dus dat is echt helemaal geweldig. En zo kan ik dus heel veel leuke dingen gaan filmen. We zijn onderweg naar zwemles. En als het goed is, is vandaag kijkles. En dat vind ik wel leuk. Want elke keer als de kijkles is, dan gaat ze of met mijn moeder zwemmen. Of we zijn op vakantie. Of dat soort dingetjes. Dus ik zie het eigenlijk nooit. Okay.
ik me nog steeds niet hoor. Ben ik... Wat er nou net gebeurd is, ik kan er nog steeds niet bij. Sarah die heeft er net een cadeautje, die heeft een buitenspeelelastiek van ons gekregen. En die is na het eten nog even nu net met vriendinnetjes aan het buitenspelen. En ze waren heel leuk met elastiek en het step en met fietsen. En er komt een jongetje aangerend van ook een jaar, ja ze schatten tussen de 5 en de 7. En die loopt naar de elastiek en die hadden ze gespannen om ertussen te kunnen spelen. En die begint er net zo lang aan te trekken dat hij dus gewoon kapot gaat. Die lacht en die rent weer keihard weg. Nou, ik kan daar gewoon niet bij dat kinderen al zo kunnen zijn. Gewoon opzettelijk het kapot maken. En ik bedoel, Sarah kan iets uitleggen, die is 5. Maar een van mij is een stukje ouder en die legt het precies hetzelfde uit. Ik kan er gewoon niet bij. Dat ik echt denk, wat is dit? Ik ben aan het proberen een vlog te editen, maar ik heb echt zo'n hoofdpijn. Het komt echt voor gemeten af. En ik had echt zoiets van, ik wil gewoon... Elke dag even een vlog editen, dan blijf ik helemaal bij. Maar ik denk dat ik hem uit ga zetten en ik krijg allemaal meldingen binnen. Echt toch op allemaal YouTube. Schijnbaar wordt er nu op dit moment heel veel gereageerd. Bizar. En nou, en blijf gaan. Maar ik ga de computer denk ik uitzetten en gewoon lekker vroeg een bedje in. Morgen hebben we een hele gezellige verjaardag en verder niet heel veel. En de dag daarna ga ik iets heel erg leuks doen. Maar dat ga je nu zien, dat ga ik niet vertellen. Dat vind ik niet leuk. Dus hou mijn vlogs in de gaten als je nieuwsgierig bent. En ik ben daar wel een beetje zenuwachtig voor. Ik vind het heel erg leuk wat ik ga doen, maar ik vind het ook wel heel spannend. Hoe meer ik erover nadenk, hoe spannender ik het vind. Maar... gaan we doen. En dat zie je dus over 2 dagen. Ik ga nu dus de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Abonneer je natuurlijk even als je dat nog niet gedaan hebt. En zie ik je morgen. Doei!